op Nijverdal, dorp van textiel, waar langs de regge meandert, een volk dat hier zomaar binnen viel. Dat vormt nog altijd onze ziel. En iedereen die blijft het boeien, mooi Nijverdal. En iedereen die blijft het boeien, mooi Nijverdal. Mooi klokje op de achtergrond. Ik kan zo dicht, ik kan zo uit hoor. Nee, ik vind het ook karakteristiek eigenlijk. Dit is Verborgen Verhalen, een podcast van de ANWB. In deze podcast gaan we op zoek naar mysteries in Nederland. Raadselachtige natuurverschijnselen, lokale legendes en oude mythes. Verhalen uit alle uithoeken van ons land die vaak al eeuwen van mond tot mond gaan. Want zijn het fantasierijke sprookjes? Of is er werkelijk iets vreemds aan de hand met deze plekken? Mijn naam is Pascal van Hulst en ik zoek het voor je uit. Ja, dat prachtige lied dat je net hoorde in het begin, dat werd gezongen door Marinus Gerritsen. En hij is toneelschrijver in Nijverdal. Ja, die ga je wel vaker horen deze aflevering. En wie je ook gaat horen, dat is Johan Alverink. Ja, als je iets wil weten over de goudkoorts, dan moet je bij Johan zijn. Klopt dat een beetje? Ja, klopt zo'n beetje. Ja. Ik ben verzamelaar, dus ik verzamel ook alles over die goudkoorts. Johan is oprichter en erelid van historische kring Hellendoorn. En het dorp Nijverdal valt onder dezelfde gemeente. Johan verzamelt al jaren alles wat er over de goudkoorts te vinden is. Een goudkoorts, ja, daar gaan we het over hebben. Want in Nederland, ongeveer 100 jaar geleden, heerste een heuse goudkoorts. Want de grond op de Sallandse heuvelrug bij het dorp Nijverdal bestaat voor een gedeelte uit goud. En hoe dat in zijn werk ging, daarvoor moeten we ongeveer 100 jaar terug in de tijd. Bij Marinus zit ik in de woonkamer. En met Johan volg ik het goudzoekerspad dwars door het bos. Hoe zag het hier dan uit toen? Je moet je voorstellen dat er alles kaal was. Maar alles kaal, bedoel je gewoon een veld? Nee, ja, een veld, kaal zand en verder misschien wat gras hier en daar, wat heide. Maar geen bossen. Zeg maar, zou je mij eens terug willen nemen naar die tijd? Over welke tijd praten we precies? 1902, dacht ik. Nijverdal is nog vrij jong. Eind 1800 is dat gesticht. En daar is een textielindustrie omheen ontstaan. Daarmee kwam er ook een spoorlijn tussen Zwolle en Almelo. En op die spoorlijn, daar liep een trein en daar zaten twee heren in. En die mensen die dachten, kijk, daar zit een... je kunt wel zien, ze zagen die kale helling met al dat zand. Die zagen tijdens die rit dat gele zand en daar zagen ze glinsteringen in. En die dachten, nou, dat zit vast goud in. Die hebben een proef genomen, dus ze hebben wat monsters opgestuurd. Ze wisten eerst helemaal niet of er goud in zat. Nee. Het is niet dat iemand het al iets had gevonden en nee, toen... Nee, ze wisten niet. Ze dachten gewoon op grond van hun eigen ervaring dat er goud in zat. En daaruit bleek me nog meer dat het winbaar was. Het was toch goud. En nog even terug naar die mannen. Wat waren dat voor types? Zeg, een soort handelaar of ondernemers eigenlijk. Van oorsprong uit Zuid-Afrika. Ah, geen Nijverdallers? Nee, geen Nijverdallers. Ze woonden in het westen. Die hadden een goudmijn gehad in Zuid-Afrika. En daarmee begon het verhaal hier zich in Nijverdal al snel door te spreken van... wat is er aan de hand? Wat gaat er gebeuren? Maar als er überhaupt goud gevonden zou worden in grote getalen, dan wist je als arbeider dat het niet voor jou was? Ja, dat wist je dan, ja. En hoe kan het dan dat die heren uit het westen dat die het voor elkaar hebben gekregen om in deze grond... Ik heb een kaart even mee. Ah, we hebben een kaart van de omgeving. Ja, als je hem hier vasthoudt, even kijken, hier loopt een spoorlijn. Precies tussen Hellendoorn en Nijverdal loopt een spoorlijn. Die concessie liep van daar tot daar. Iets meer dan 2000 hectare. Dat is echt bijna de helft van de hele Sallandse Heuvelrug. Ja, zowat. Bijna 2000 hectare. En met die concessie hadden ze dan het recht om
zoveel zij dat wilden, die hele grond om te spitten. Ja, in feite wel, ja. Alleen ik neem aan dat ze rekening moesten houden met de eigenaren. Dus de eigenaren uitkopen overal. Ja, want ik kan me voorstellen dat niet iedereen daar even blij mee was. Nee, ik kan me ook voorstellen. Het is bijna 120 jaar geleden. Je moet je niet voorstellen dat mensen zo... Die beschouwden die grond allemaal als armzalige grond. Toerisme was er nog niet. Dus die mensen, als ze het grond konden verkopen, het leverde wat op. En terwijl ze er eigenlijk niks aan hadden, aan die heidegrond. Ja, tenzij er dus heel veel goud in de grond zit. Dan wel, ja. Maar dan kun je er niet uithalen. Dan moet je echt professioneel apparatuur en zo voor hebben. Ja, ze zaten eigenlijk een beetje in een spagaat dus. Ja, in feite wel. Stel dat er goud zat, hadden ze het er beter zelf uit kunnen halen? Maar dat konden ze niet. Kort gezegd kwamen er twee zakenlieden in die tijd naar Nijverdal. De ene heette Emmanuel Hompes en die andere heette Samuel Frank. Zij dienden een verzoekschrift in en kregen van de provincie vervolgens een concessie dat hen het recht gaf om op zoek te gaan naar goud. Toen besloten zij de boel om te spitten en als er eventueel goud zat, dan namen zij de winst mee naar huis. En het zou toch geweldig zijn als er nog audio of video of fotomateriaal van te vinden was. Helaas is dat er niet. Maar wat er wel is, dat is het toneelstuk dat Marinus heeft geschreven een aantal jaar geleden en wat de toneelvereniging De Gagelspullers opvoerde voor het hele dorp. Een heel mooi einde van ons theaterstuk 2017, Goudkoorts. Heb je het hier liggen, het stuk ervan? Ja. Ik zie hier een hele dikke map liggen inderdaad, met wat krantenknipsels ook nog. Ja. Dit hier bovenop, wat is dat voor... Dit is een stuk uit een weekblad. Nijverdalse goudkoorts loopt hoog op bij de Gagelspullers. Ja. Luidt de kop. Mooi. Oh, je staat zelf ook op de foto. Heb je nou helemaal de geschiedenis gevolgd? Of zit er toch nog een stukje Hamlet en een stukje liefde in? In mijn toneelstuk heb ik daar een... zijn er natuurlijk een paar dingetjes bij ingeslopen. Een liefdesverhaal, een instorting van de mijn... Er was een protest van de boeren. En, er was een boerenprotest tijdens de goudkoorts al? Dat was al tijdens de goudkoorts, want die boeren die zagen dat helemaal niet zitten. Die twee mensen die dat goudzoeken door wilden zetten, die waren op zoek naar grond waar ze dat in konden doen. En daarvoor boden ze maar een luttel bedrag. En daarmee werd wel de hele grond over de kop gegooid. En toen konden ze ook niet met een trekker het ravijn in rijden nog? Nee. Dat heeft ook wel meegewerkt, want daardoor hadden ze maar een klein stukje bij het stut waar ze wel een concessie hadden. Maar begrijp ik goed dat ze dus uiteindelijk hebben ze maar een klein stukje van waar ze wilden graven, hebben ze kunnen graven? Ja. Maar dat betekent dat er nog een heel stuk is waar misschien nog wel enorme goudstaven in de grond zitten. Maar op zich, dat goud, iedereen weet ook wel, of die in die tijd daar aanwezig is geweest, die weet wel dat er wat goud zit. Nou, dat goud zit in hele dunne schilfertjes die in het verleden met die zandstructuur aangevoerd is, min of meer. En dat moet je dan gaan winnen op een bepaalde manier. Dat is zeven. Dat kan je niet gewoon met wassen, zoals ze dat in Amerika en in Canada overal doen. Dan moet dat door een doekje. En dat is zo arbeidsintensief en zo. Het zit er wel. Hoi Esther, met Pascal. Dit is Esther van Dichelen en zij is wereldkampioen goudzoeken in 2006 geworden. Als iemand iets van goud weet, dan is zij het. Het is de Rijn is een goudhoudende rivier. Dicht bij de oorsprong gaat hij door goudrijk gesteente. Mm-hmm. Het oorspronkelijk gesteente waar het goud vandaan komt, dat bestaat inmiddels niet meer. Maar er zit nog wel veel goud in het sediment van de Rijn. Maar de Zallandse Heuvelrug, die ligt... Eigenlijk best ver van de Rijn, toch? Ja, maar er zijn grote delen van Nederland waar de Rijn gelopen heeft. Door de loop van de geschiedenis heeft de Rijn steeds anders gelopen. En overal waar die gestroomd heeft, daar zit goud in de ondergrond. Oh, dus het is gewoon een overblijfsel van waar de Rijn ooit was. En waar is dat goud dan vanuit meegevoerd? Dus we vermoeden dat het brongsteente in Zwitserland zit. En zo is het langzaamaan hier naartoe vervoerd. Oké, en zo kom ik inderdaad steeds dichter bij de bron. Want dan vraag ik me ook af, hoe komt het goud dan in Zwitserland terecht? Goud komt voor in de aarde.
Het kan meekomen bij vulkanen, dat kan in aderen, in gesteente zitten. Soms op grote diepte, en als er gebergten gevormd worden, dan komt dat omhoog. En als er later een rivier doorheen stroomt, dan erodeert het goudhoudende gesteente, dat erodeert af en komt in de rivier terecht. Aha. En op het moment dat je goud is vrij zwaar, dus het wil zich heel gauw op de bodem nestelen. Dus dicht bij de bron heb je grotere stukken en is er ook wat meer te vinden. En hoe verder weg je van de bron komt, hoe kleiner en fijner dat het wordt. En als ik goud zou willen vinden in Nederland, hoe kan ik dat dan het beste doen? Een goudpan meenemen, een strandje opzoeken bij de Rijn. Bij Spijk, daar ligt veel aan het oppervlak. En dan zet je een schep in de grond. Doe je een schepje sediment in de goudpan. Dan schud je het onder water. Ja. En omdat goud zwaarder is dan zand, dan zinken de goudstukjes naar de bodem. En dan kan je theoretisch het zand eraf spoelen en dan hou je de goudstukjes over. Dat klinkt een beetje als een oude westernfilm wat je beschrijft. Ja. Zo vind je het ook als hobbyist, zeg maar. Oh, ja. Leuk. Maar bijvoorbeeld de Sallandse Heuvelrug, dat is misschien een ander verhaal. Nou, dit was het water wat moeilijk. Ja. Het is, bij Nijverdal was het probleem. We wilden graag kijken of er goud in het sediment zat. Van waar komt dat hele verhaal? Dat hadden we ook gehoord. Van hoe komt het nou? En zit er nou echt zoveel goud in? Mm-hmm. Ja, daar kun je niet lekker met je pannetje aan het water gaan zitten. Nee. Dus het is niet praktisch om daar op zoek te gaan naar goud. Ja, toen gevraagd of we wat sediment mee mochten nemen. Ja. Toen hebben we ergens anders hebben we het uitgepand en toen hebben we een stukje gevonden. Ik zit in Café de Budde en deze plek is eigenlijk de enige plek waar tijdens de goudkoorts nog een beetje geld is verdiend. En dat zit zo, dit was vroeger ook een herberg en de arbeiders die uit de omgeving kwamen, die konden dan hier bijvoorbeeld slapen. Maar dat geldt ook voor de twee heren die de hele zoektocht begonnen zijn. Met de vraag stijgt de prijs, zullen we maar zeggen. Dus ze hebben daar goed geld aan verdiend in de tijd. De bediening nu kon me er echt niks meer over vertellen, omdat er blijkbaar zo vaak van eigenaar is verwisseld, dat het een beetje in de vergetelheid is geraakt hier. Maar goed. Is leuk, ik heb het krantenartikel meegekregen van Marinus over zijn stuk. En er staat een quote in en die luidt: het echte Wilde Westen heb je alleen hier in Nijverdal gehad. En dan bedoelen ze natuurlijk hier als in Nederland. Het Wilde Westen in het oosten van ons land. Nou, dat staat er niet, maar dat zeg ik. En het drama van Marinus in dit krantenartikeltje is niet het enige levende bewijs van de goudkoorts hier. Op de plek waar destijds gegraven werd, daar is nu een enorm kunstwerk te zien van de kunstenaar Paul de Kort. Hey Paul, met Pascal. Jij hebt het kunstwerk Sterrenstof gemaakt. En wat is de betekenis van Sterrenstof? Het zijn 79 gouden bollen. En dat getal 79, dat duidt op het element 79. En dat is het in het periodiek systeem van de elementen, is goud het nummer 79. Dus het is het goudatoom. En wat is dat eigenlijk, dat goud? Weet je wel? Waarom is dat zo bijzonder? Wat is het voor stofje? Ja. Waarom zijn we daar zo dol op? Waarom zijn we daar eigenlijk zo dol op? Het is net gek dat goud een waarde heeft, toch? Want als metaal kan je er bijna niks mee. Nee, dat klopt. Het is wel heel stabiel. En het is heel erg, hoe zeg je dat? De meeste andere metalen zijn of giftig of ze veranderen heel sterk. Hè, onder corrosie. Hè, zijn, gaan invloed, worden beïnvloed door bijvoorbeeld vocht of zuurstof. En goud is heel stabiel, dus dat ken je wel. Daarom is het ook altijd zo, je hoeft je bijna niet te poetsen. Hè. Koper moet je altijd poetsen, want anders wordt het helemaal dof en zilver ook. En goud niet, dat blijft. En dat is ook, zie je ook aan die bollen, want daar zit op die bolletjes die ik gebruikt heb, daar zit bladgoud op. Oh, dus het is wel echt goud ook? Ja, ja. Ah. Je hebt daar een schat neergelegd. Alsnog. Nou kijk, als je een haantje op zo'n windhaantje op kerktoren, dat is ook hetzelfde materiaal eigenlijk. Dat is ook gewoon een metalen kern. Maar er zit bladgoud op. Ja. En daardoor blijft het ook. Hè. Die dingen zijn altijd heel mooi glanzend. Nou, ik heb nog nooit iemand daarboven zien aan het ding te poetsen. Dus dat is het mooie van dat materiaal. Ja, mensen moeten het gewoon gaan opzoeken eigenlijk. Hè? Ja, en dat is ook de andere metafoor die ik erbij gezocht heb. Van, ik heb dat goud meer vertaald naar momenten. Dus ik heb gezegd, je moet zelf gaan kijken
en jouw gouden moment daar zoeken. Die bolletjes die zijn, die glanzen. En op het moment dat de zon doorkomt, dan ineens gaan ze stralen alsof het licht aangaat. Ah, ja. Nou, dat zijn die gouden momenten. Oké, het is zover. 100 jaar nadat de laatste goudzoeker in Nijverdal de kuilen weer bedekte met zand, is het mijn beurt om te gaan goudzoeken. En ik heb een schep en een zeef, een klein emmertje. Ik heb gisteren de Gold Rush van Charlie Chaplin gekeken uit 1925, zo een beetje uit de tijd dat de Gold Rush ook was. Dus ik ben voorbereid. Nou, nog een geschikte plek vinden. En ik heb het goudzoekerspad afgelopen. En nu ben ik ongeveer op de plek waar destijds die twee mannen met de trein aankwamen en de glinsteringen op de heuvel zagen. Dus hier zou ik toch een en ander moeten zien. En ik zie wel een enorme heuvel zand. En daarop daar begint het bos daarboven. En ja, hiernaast ligt achter ook gewoon een weg en de trein rijdt hier nog steeds. Ik moet eens even zoeken naar een goede plek. Kijk, hier heb je die kuilen. Dus die opzichter die alles dicht moest gooien. Dit is een echte goudzoekerskuil dit. Ja, dit zijn de kuilen. Er ligt hier midden in het bos gewoon een begroeide kuil met mos inmiddels. Ja, het is inderdaad heel, het ziet er raar uit ineens. Het is gewoon een gat midden in het bos. Wel fascinerend dat hier de jongens hebben staan ploeteren hier in de aarde. Ja. En nu ligt er een gat in het bos. Ik weet niet hoeveel arbeiders hier bezig waren. Maar... Nou, het is een flink gat. Ja, ik graaf het niet in mijn eentje. Nee, ik ook niet. Oké, ik ben nu helemaal naar boven gelopen, de heuvel op. En ik zoek eigenlijk de resten van de kuilen, dus de plekken waar gegraven is. Het lastige is alleen dat nu alles is begroeid. Het is een best dicht begroeid bos hier. En ook die kuilen, tenminste de plekken waarvan ik vermoed dat er nu kuilen zijn, die zijn best wel bedekt met struiken. En ik zit niet zo heel erg in de plantologie, of hoe dat heet. Maar ik vermoed dat het veel braamstruiken zijn en nog een aantal exoten, douglasbomen. En tot nu toe zie ik geen glinsteringen. Het is wel heel mooi, maar er glinstert nog niks. Misschien toch een beetje dieper in het zand gaan beginnen zoeken. Hey, en hoe is het afgelopen met die heren? Wat is er gebeurd toen ze zijn gaan graven? Op een gegeven moment hebben ik denk het stof, het goud wat erin zat, was niet loner om te winnen. Maar ze hebben goud gevonden? Ze zeggen van wel, anders hadden ze die concessie niet aangevraagd. Dus, maar kennelijk zat er toch minder goud in dan ze gedacht hadden. Dat verhaal op zich, dat heeft niet al te lang geduurd, dat hele goud zoeken zelf. Want uiteindelijk bleek dat het goud, stofgoud, dat het niet rendabel was om de wat te winnen. Vandaar dat het na een jaar eigenlijk alweer afgelopen was. Toen bleek dat het weinig winstgevend was. Ja, dus werden arbeiders weer ontslagen. De laatste arbeider die moest de kuilen min of meer dichtgooien. En de heren vertrokken weer. Ik ben wel benieuwd of er inderdaad wel of niet goud in zit. Waarschijnlijk is het nog goed ook dat het niet doorgegaan is. Anders had je een hele heuvel op de kop gehad. In een grote mijnveld misschien. Of open. Ja, wat zou er zijn gebeurd als er wel vrij grote hoeveelheden goud is gevonden? Nou ja, kijk maar, dan krijg je hetzelfde wat je in Duitsland ziet met die bruinkoolmijnen. Gewoon met die dagmijnen. Dan was hier het Nijverdalgebied ontstaan. Ja. Met grote rooktorens. Weet je, misschien moeten we het maar gewoon eens gaan proberen. Ik heb hier een mooi stuk zand gevonden. Zo'n beetje midden in het bos, een soort kleine oase van zand en wat begroeiing. En ja, toch een soort kuil. Als ik hier nou eens gewoon mijn emmertje neerzet
En begin met een beetje speurwerk. Kijk hoor. Heel veel los zand. Heel veel los zand. Als ik dan een beetje van dat zand in mijn hand neem. En een beetje begin te filteren hier. Nou, niks hoor. Ik heb natuurlijk ook het geduld van een pinda, maar... Ja, er is goud gevonden destijds. Maar ik weet niet, weet je, die kuilen die hier liggen, die zijn best wel groot. Die hebben hier een straal van 1 meter of 4. Ja, voordat ik in mijn eentje zo'n ding heb gegraven, dan zijn we wel een paar afleveringen verder. Oh, maar mensen. Het is hier wel echt heel erg mooi. Wat een kleur, joh. Ik mag dan misschien geen goud gevonden hebben, maar wel een... prachtig stukje Nederland. Jammer dat ik mijn tentje niet mee heb. Nou, het valt me op met een groep van 20 man. Dus het moet best wel leven nog in de gemeenschap hier of in Nijverdal. Ja, ik heb dat toch altijd ervaren als dat ik het... Ja, er wordt minder door de Nijverdalse bevolking zelf, laat ik het zo zeggen. Waar kijken we nu naar? Je tovert een envelopje uit je zak. Nou, oh, daar gaat een... Oh. Jongens, ik heb goud gevonden. Ja, dat gaat er al uit. Dit is de Delver. Je zei net, het leeft nog in Nijverdal. Dus op een gegeven moment hebben ze geprobeerd om dat weer, toch weer levend te maken. Dus een eigen munt te maken. Dat heette de Delver. De goudkorts werd niet zoveel Nijverdal dan zelf. Dat is een jaartje geweest dat het daar gebeurd is of zo. Zo'n idee heb ik er dan van. Het zijn eigenlijk net de buitenstaanders zoals ik die hier komen om daar naar te vragen. Hey, ik bespeur bij u ook wel een, toch wat verlangen dat het wat meer nog zou leven in Nijverdal, dit verhaal. Ja, in feite wel, ja. Vind je eigenlijk dat Nijverdal dit verhaal misschien wat meer op waarde zou moeten schatten? Ja, ik denk het wel. Ik blijf erbij dat zoiets unieks... Dat heeft zich nergens anders afgespeeld. Ja, ik zou daar een beetje meer een goudkoorts minuutje bij een of ander restaurantje, of noem alles maar op. Dat mensen zich meer bewust worden van hun eigen historie. Oké. Misschien dat de goudkoorts onder de bevolking een beetje in de vergetelheid is geraakt. En misschien dat de bevolking van Nijverdal zelf het idee heeft dat ze er niks aan hebben gehad. Maar kennelijk zijn het er ook mensen in de omgeving die wel beter weten. En dan heb ik het niet alleen over het drama van Marinus... of het sterrenstofkunstwerk van Paul... of de Delver die Johan uit zijn zak toverde. Maar je hebt daarnaast ook nog het goudzoekerspad... camping de Gouden Bergen... Huizen Alaska... En zo kan ik nog wel even doorgaan. In de tijd dat hier naar goud werd gezocht, was het een veld? Ja, was het één groot veld. Er werd naar goud gezocht? Ja. Er is bijna niks gevonden? Nee. En nu zit hier een prachtig geurend, groeiend, bloeiend bos op de heuvels. Ja, klopt. Maar dat is toch prachtig dat er... Eerst driftig gezocht moet worden. Ja. Dat dan blijkt dat het in de economische ogen een waardeloos gebied is. Ja. En wat je terugkrijgt, dat zijn, is een wildgroei aan verscheidenheid. En, dus wat Nijverdal heeft overgehouden aan eeuwenlange begrazing. En daarna een goudkoorts. Dat is een wilderige natuur. Ja, in feite wel. We hebben dan wel niet het goud gevonden. Maar we zijn er wel achter gekomen hoe mooi of het hier is. Dus in feite hebben ze... Het goud in de handen via die natuur. Je luisterde naar Verborgen Verhalen, een podcast van de ANWB. En wil jij de plekken die ik in deze aflevering heb bezocht met eigen ogen gaan bekijken? Dat kan! Kijk op anwb.nl/podcast voor meer informatie en nog meer bijzondere verhalen. En wil je niks missen?
Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete app.